Vandaag ga ik een speelkaart weer decoreren voor de Full Deck Challenge. En het thema is dit keer koffie of thee. Ik heb hier een kopje koffie staan. Het leek me leuk om met echte koffievlekken vlekken te maken op het kaartje. En daar gebruik ik gewoon wit papier voor als hoofdgrond, zeg maar. En het leek mij het makkelijkst om dit op maat te knippen en dan de hoekjes er vanaf te knippen. Dus ik ga de achterkant even insmeren met lijm. Ik gebruik weer de Sticky Multiglue van Art by Malene. Oh, niet die kant natuurlijk. Ik moet deze kant lijmen. En het leek me gewoon weer leuk om dat het zichtbaar blijft. Dat het een speelkaart is. Dus ik plak het gewoon zo. Ik knip het even op maat. En dan scheur ik de kantjes eraf waar die 6 staat. Of dat cijfer. Zo. Met een corner punch maak ik de randjes of de hoeken rond. Kijk hoor. Ik knoei een klein beetje koffie. Het is niet heel erg sterk, dus ik hoop dat het genoeg kleur geeft. Misschien dat ik het hierop doe. Dit is makkelijker schoon te maken. Met een klein fijn kwastje maak ik het nog wat. Zo, en nou ja, ik wil altijd wel eigenlijk ergens zeg maar 3 van, dus 3 ringen in dit geval. Nu is er niet zo heel veel plek, dus het wordt een halve ring. Ik ga het dan hier doen. Zo. En dan laat ik dit drogen. Ik wil ook een beetje spetters hier op aanbrengen. Dat doe ik gewoon met de kwast. En dit zijn dan de kleine spetters, want het is een kleine kwast of klein penseel. En wil je grote spetters, dan gebruik je een grote penseel. Ja, dat vind ik wel leuk zo. Ik wil ook nog wat zwarte vlekjes. Dat doe ik gewoon met de Amsterdam acrylverf. Dat verdun ik een beetje met water. En dan het is een beetje veel water. En dan komen er wat spetters op. Zo. Met Distress Ink Vintage Photo maak ik de randjes nog. Ik weet niet hoe je het noemt. In ieder geval, ik ga met de spons langs de randjes. Ik denk dat ik ook lichtjes dat witte papier inkleur. Ja, dat geeft wel meer. Dat vind ik wel een mooiere koffiekleur. Deze randje doe ik nog even zo. Met een Stabilo Woody ga ik een hartje tekenen, want ik drink graag koffie. Dat doe ik een beetje
hield, zeg maar. Zo. Op een klein stukje restpapier wil ik hier de zin of de woorden wake up doen. En dat doe ik met verse fijn Onyx Black. Van de koffie word ik altijd wel wakker. Ik vond het wel een leuk tekstje. Nu schud ik de woorden uit, zeg maar uit het papier. Want ik vind juist die ruwe randjes vind ik juist wel heel leuk om te gebruiken in mijn artist training cards of gewoon in mijn art journal. Ik dacht zoiets. Ik kan dit eigenlijk alvast hierop plakken. Met een zwarte Posca pen maak ik hier nog een hartje. Voor een extra laagje. Even kijken of je het doet. Dit is een soort krijt, dus het is wel lastig voor deze Posca pen om op te schrijven. Zo. Als je het maar niet vergeet om het weer ergens anders op te schrijven, zodat die krijt niet in de pen blijft zitten. Zo. En dan dit erop. Zo. En dan is mijn artist training card of altered playing card klaar. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op het rode knopje voor om te abonneren. En vond je de video leuk? Graag een duimpje omhoog. Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!